een nieuwe aflevering voor na Gongo Saboto tapu Amon de Janso. Today wadi masa Franklin Yabini ini a studio peo takyang aba wan buku dia sendiri. Eigenlijk wan buku di BD Kaba, ma abe dia ini Engels en a chai wan Nederlandse versie fin kom uit en a buku a titel van buku na het kruis van een kankantri. Sana kankanti dati wo ye fin pili sisi. Masa Yabini, welkom in a studio voor Associeer TV of IMA TV, overigens met de kina Fosilezi. Ja, graag gedaan, inderdaad. Dit is na Fosilezi, ik kon naar TVDC. En met dat ik graag gedaan, ik heb een occasie voor de naam van Jujas op Tide. Voor de sama, die nog sabi sama, massa Franklin Yabini, kan de ik ga jij in grote lijn, zij achtergrond. Oké, wel, Franklin Yabini, nou, hij dan was sama kasembe. Dus mijn ouders na voor New Aurora, misschien even naar Porcupondo mij geboren en kort daarna naar dat micro, die ik qua foto scoren rond mijn studie afjaso en bakkerati mijn studie theologie, doe een bachelor in theologie, masters en later mij doe een doctor in theologie op Boutu. En kort daarna een deel van voor specifiek voor een doctor Sambedu. Na abra Bijbel vertalen. Dus vertaal a Bijbel in Hebreeuws. Ko in wat traton. Dus a Oude Testament dat bede a specialisatie van mij. En luku fu nam ku a fossi vertaling, a Griekse vertaling van Oude Testament. Soort invloed abe abi dat tra Bijbel vertalen. En dan bakka dat die natuurlijk mide in our kofgado. Vooral de laatste 10 jaar theologisch onderwijs vooral. Ik ben in Zuid-Afrika, maar piste 5 jaar en nu ben ik naar Amerika. Ja. Dus dat na in het kort achtergrond. Ja. Oké, okay. Mooi. Jaren terug, want ik heb een boek Het Kruis van een Kakantrico uit in het Engels. Oké, okay, dus eigenlijk een boek. Mijn eerste editie kwam in 2000, dat ben in Nederlands, maar ben ik echt beknopt mee gebruiken, like aantekeningen voor lessen bij de studenten over Surinaamse kerkgeschiedenis. Maar die ben in Zuid-Afrika, dat mis je tak boven is dat je mij tak abrasana, nog ben je juist. Dus je ziet boeken zijn kom uit, maar het christendom in Suriname en zo, en als je zo buitenlanden schrift de boeken, dat is dan nog beknopt. Dus toen ben ik op zo'n mik beschreven geschiedenis naar een boek in Engels, zodat toch dus maar dappen kan op een idee abra sang werkelijk zijn in Sarana. Dus in 2012 da neem ik schreven Adisi Danisi kon uit Christianity in Suriname. En dat ben ik een overzicht van geschiedenis beschreven abra de theologen die in Sarana, dus maar die studeer in theologie. En ook toen ik zo is, maar vaak ik kan bestuderen aan geschiedenis voor Sarana of aan christendom in Sarana. Dus dat binnen 2012. Oké, okay. En bakadati dat ik herzien als een helemaal schrift, alles aan opnieuw. En waardoor ik me kwam een uitgebreide versie. Ik kan dubbele. Ja, ik had dat naar dubbele. Eigenlijk, een Engelse editie, abi 3 delen, toch? Dus een historisch deel na ongeveer de helft van het boek, ongeveer 200 bladzijden. Dus na Sami Abdiaso is zo een historisch deel en dat is nu 500 zoveel bladzijden geworden. En mijn omlee, ik moest één korten, voor kiezen dat paar 500 zoveel. Oké, je hebt dat een geschiedenis, nou een boel lange periode zijn je dat een lukkie voor baken in af of ik gooi gewoon een hele periode tegen, ja, ik hoor dat niet bij jij in 2000, tegen 2000, of na veel eerder is toch? Nee, dus ik hoor dat een boek schrijf ik ga terug tot 1651. Dus dat na die de Engelse kom, de tekisrana mee kwam kolonie, want die ben de eerste van zijn succesvol koloniseer Sarana in 1651. Ja. Dus natuurlijk dat bij Abuko ik ga terug. En dat mijn behandelaar geschiedenis tot rond 1990, dus bepaalde zijn niet meer voor wel thuis ook 2000. Maar tegen schrijven geschiedenis, ik denk een veilige afstand.
Okay. Die staan we afstand voor 25 jaar is redelijk. Zodat je kan lukken de zang wat boefassie. Toch? En schrijf aan na wat boefassie, want het is dan praxere mooi. En het is aan de psa dat je schrijft direct. Dus dat boefassie aan de psa dat je gaat bestuderen en dat je schrijft. Die schrijf je aan Christendom, geschiedenis zijn. Ja. Zaak Christendom, precies. Oké. Dus eigenlijk afasva li is je a Christendom of familie definiëra Christendom. Dat na alle smaak, na alle de instantie die op welke wijze dan ook, de ma vier takine de verbonden na Christus. Toch, Jezus Christus. Dus dat kan de bijvoorbeeld in Filuka vroege geschiedenis voor, dat is je ook toe a rol die Christen gouverneurs blij. De man no de a kerkie, de be de leiders van kondre, maar de be kade schreef die Christen. En na dat pe me luku soort rol de ma pleina in a geschiedenis. Dus daarnaast, ja, de kerkie ook toe natuurlijk, die de man deel voor a Christendom. Dus het gaat om mensen en instanties, instituten, die zich verbonden voelen met het Christendom. Christendom. Of awang, met Christus, ja. Awang, wat kan je zo? Awang bakazani? Isabi bovoerus mij takasan dat die ma ano de wang pakrasani. Omdat, a begin voor a gemeente serifi. A gemeente no begin na Europa. A christelijke kerk begin na Israël. Midden-Oosten. Toch? En te lezi bijvoorbeeld handelingen, boeken handelingen of de eerste kotakje geschiedenis boeken voor een kerkje. Dat ben je ziet dat je naar voor verschillende achtergrond bij de vorm een deel voor een christelijk geloof. Europa na later voor zaken in aanraking naar een christelijk geloof. Dus dit is maar die etakje christelijk geloof naar zijn voor wit man of soort zijn die nou, ik denk dat doe de huiswerk je morgen beter. Want je ziet dat je aan dat na zijn geschiedenis leert. Oké. A Christendom vind je een passie aan je zijn akonde. Va ontwikkelen in CFI of va bedena begin. Va den, oké, weet jij, slaven kon, emigranten kon. Maar va a reactie bede, want dan aan je nieuws aan je koopt. Dat is op een moment dit. Toen we terug aan je den 1600 jaar. Ja. Dus eigenlijk in het begin, dit is maar die charaboskopu voor een kerkje, christelijk geloof qua Saranang. Na in Saranang, dit is dus maar die kom bij de Engelsen, denk ik van dat. En later de Nederlanders kom. En die de ma kom, dat de ma beluku de egisma uwa. De beluku de bakara uwa. Omdat de bevind taki, de sma die de bechak moto uit Afrika kom, met den kotron safu. De sma dat die no befiti fu kisi aboskopu fu a Christendom. De solisie, de is sma taki, de wit ma pusu Christendom jo. Juist het tegenovergestelde was waar. Want de no be wan taki de sma die moto uit Afrika kom, bem de wan deel fu a Christendom. Of van christelijk geloof. Maar Samsa, die abitrouwen die kon, dus in eerste instantie, of de eerste maar bij de dominee zag moet wat Nederland kon, dominee Jan Willem Kals. En die hebben dat kon, 1731. Dat in begin preekie, dus dat tegen is, maar dat nee, zei dat doen nou aan boosani. Want aboskop of gado aan ook die blanke uwa. Maar aboskop of gado de die alasma. Dus in de wani preki a word of God ogi alasma, inclusief de Afrikanen die bij de jaso nasrana. Binnen 2 jaar de jagen puro ita akondre. Binnen 2 jaar de jagen puro ita akondre. En sana anin fama? Kals, Jan Willem Kals. Ja. De jagen puro ita akondre binnen 2 jaar. Dus veel wan reden voor pura man. Maar hoofdoorzaak bij de, omdat in bevindt dat er is een gelijkheid. Van mensen in Gods ogen. Blanke, negers, blakke, maar allemaal. We zijn geschapen door dezelfde God en we zijn één. En dit is mijn naam dat je nog bij one is. Maar aan ons zozeer omdat dat christendom beleerde dat of een Bijbel beleerde dat. Maar na was dat niet dat je greedy na dat ben ik als slavernij in Saranang, tan zo lang, lek fausa ben.
omdat deze man een money de bewaan meken. Zolang de films maar hebben ook gegeven zozo, boeken voor arbeidskracht, dan alles maar zij vinden dat je doet niet idee. Oké, en dan geleidelijk aan hoe je dat kan veranderen kon, later kwamen de zendelingen van de EBG, dus de Duitse zendelingen vooraan. En de marati direct kwast eraan aan dit doel bij de taki, om tjara wordt of gaat ook gegeven alle desma. De nakomelingen van de Afrikanen, de Inheemse, alle desma moet kiezen woord of gado. En dat dape de bigi tjaar, a woord of gado pratina alla se. Rom so seref idu a seref sani. Maar, in 1850, zoveel moet het zijn hoor, 55 denk ik. Of maar in elk geval in die periode, dat ibe abiwan mana matawai de kari Johannes King. Matawai ma. En nadape Johannes Kinde ne adbring ne gado soren wang mooi presi pe gado be wan taki libis ma musde. Manea soren wan tra presi wan faya presis by brum atakia presi no bufu taka breng. Ne gado soren taki, of in elk geval asma di be begeleide na adbring soren taki. Afas fai libi da dape yogo atakuru presi, afaya presi pede brong adape yogo. Ma draigo baka te wiki da igua foto, da igua de dombiri de sendeling fu EBG, da itegi de taki asma di de midriman fu gado na nga libisma na ensenyo konade. Nye kingo, ago mita nga de sendeling de taki futere pchinso mora bra kristendom, a Christian Bribi de Gea Bible en na so kingo ya babe sap lesi ya besap iskrifi ago bestudere sa ni en king prata boskopu na ala de maron gemeenschap ala mala dus tes ma itaki a Christian Bribi na wa Bribi fuet ma de no sabi de geschiedenis de no saben want die si taki gado na uroko wa do de blanke sendelinga mai be abi wi igi sra nas mai na geval is wan buskondres ma srefi die gado gebruik voor charabos kopu fengo na trase. En trasma de auto die gado gebruik in atelate. Oké, RK aan de IBG, na de voornaamste, meestal van kan geloofsovertuigingen, Jozabi en Sanko, die later me denk ik, a volle evangelie, kom erbij, is dat corrigeer me even, mijn ABM. Maar, zo de rol die Abi naast a geloof van voor jij kon over. Ik loop de PCD ook toe in jouw koffie. Oké, dat nou een bon vraag, brada. Dus eigenlijk de zowel EBG als RK, de char aboskopu voor gado gidesma, en ook wat door a preke, maar de taki in woord en daad. Den tu kerki disi du bon furu sani ge akondre fujaso op het gebied van onderwijs, zeker, en ook medische zorg. En zeker a binnenland. Na dema disi inatendi, de wet fa akondre betaki ete taki de sma dik motwa Afrika konobe mak kisileri. Inatendati de tu kerki disi ikataki de beboro e gide sma leri. To gide skoro, medische zorg. En daarnaast na EBG bij Abitaki de zendelingen leer desma wan roko zodat de kan kom bakker of kleermaker. Dus de ma investeer in de hele mens. Lichaam, ziel en geest. Ja. Ik ga aan taki a christendom aan die ontstaan en in principe na wansan niet, maar door de jaren heen taan wij en je ziet de verschillen aan de. Je onderzoekt ook toe zo'n beetje. Zijn er zo'n verschillen onder de verschillende geloofsovertuigingen, maar toch, dit dat je wilt doen naar Christus. Ja, oké. Okay. Dat is nou een mooie vraag. Isabi, a boskopu san gado gui in a Bijbel na gado woord, a Bijbel na gado woord. Maar a geschiedenis aan ook gado wat de bezig in a geschiedenis. Libisma de bezig ook toe. Dus wil ik libisma weer jere a woord of gado, weer jere a stem voor gado,
Maar we vertalen naar we eigen fase in de zin van we brengen het op verschillende manieren in de praktijk. Toch? Dus daardoor we tja verschillen komen naar in afas van we doen. En dat inderdaad even naar we geschiedenis ook toe ja zo naar Suriname. Taki smaai op het napu en de vindt taki naar die zin moest opzaan. Die vindt taki naar die zin moest opzaan. Aan de Bijbel veranderen. Maar na afas van libisma interpreteren naar dat na probleem. Maar je denk je dat je maar eenheid moet komen, zeker bijvoorbeeld onder volle evangelie, RK, EBG. Want uiteindelijk, nou, wat wordt dit jij dan? Ja, nee, sowieso. Dus if you look in Bijbels, dus dat noem je maar geschiedenisboek, volgens dat Bijbel, dat inderdaad, gado na mwa gemeente, na mwa abi, sa bestaan uit alle christenbrieven. Dus gado bijvoorbeeld, we brieven van hemel, gado no abi wan himala pargi EBG wan himala pargi RK wan himala gi baptism wan himala gi folle evangelie gado abi wan himala no we libisma we mus kon verstaan taki we zijn mensen en we kunnen fouten maken en we abi fleer verstaan sefi if we go back in our geschiedenis da is wan mooi illustratie van sandati de Amerikaanse kerk binnen, dus dat binnen dat kerk is akwang aan de Engelse in, in 1600 zoveel. Oké, dan bakken dat die 1667 Nederland dik over, dus dat we kies de hervormde kerk. Dat nou die de hervormde kerk kon, dat is aan de Sint-Disrefina kon drinkbaar. Dat net een paar jaren daarna, 1683, nee, de Romeinse kwast er aan voor het eerst. Maar de hervormde nog bij one ding. De hervormde kerk nog bij wat die Romeinse maar na kon de schrift in 1683. Nee, de taki de Romeinse maar we wek moet uit dat kon de schrift in briefen qua Holland. Toch, taki de Romeinse maar we wek baka. Maar wat bleek, ondertussen de pater bij de dekba, die bij kom. Of maf de elfa, of toef de. De bij de dekba. Nee, abere moet uit Nederland kon taki we de zin de pater gwek. Nee, ik hoef er niet meer van soms te denken. Ik heb het zo duidelijk. Nee, ik heb dikke de abonne of de pater per de bebeerde. Nee, ik heb het niet meer in Nederland. Dus dat ben je zegt dat je reformde kerk bent. Die heb je de fase voor de zon. Die Romeinse kon de normaal ook aan gaan. Nee, die kan dat je de moeilijk moet doen. Die EBG kon 1735 de begin. Hervormde kerk, nog wel op aan dat schrift schrijf je. De massenbos kopen de plantage eigenaren. Mixa die na akondre van de man om ak hoor kerkie de noma doen die zie. Dat is de regering aan de smaak. Luther zo kon bakken dat die asrefs aan die de maken mee. Maar even look no no. 1941, rond die tijd, EBG, RK, Lutherse hervormde op een comité christelijke kerken. Ja. Waardoor de mataki nee, uno kai de so elibina na osrefi. We zijn één christelijke kerk. Dus je ziet dat je na geschiedenis, zolang je je zang komt, alles maar je jump op. Toch? No one die ziet de jagi die ziet. En dan later je ziet geleidelijk aan dat je je wang toenadering. Dat vindt president aan de kerk. Maar schrijf ze niet. Die volle evangelie begint als zo. Die nog wel een volle evangelie. Wat is maar volle evangelie? Die bekomt Jasso of Kopreke Jasso in 1961. Karel Hoekendijk. De man of de hervormde dominee met moeite dat de jagi Hoekendijk poer uit haar kon drinken. En Hoekendijk gwe de nog verlengen en verblijfsvergunning aan de Makkomor. Maar voor de evangelie gaat door. Dus dat heb je schik, maar dat je als rest van die samen met de trakkerkie die er komt, dat is er even met die volle evangelie. Dus dat nog geleidelijk aan je ziet dat je volle evangelie wordt een gevestigde kerk. Dat je kies een jong groep die je kon doen. En dan zou je volle evangelie zijn voor nog in de kerk dat die boek. Dus je ziet menselijke reacties soms. Maar naarmate de nieuwe groepen ook volwassener worden, de oorlog was er even voor staat dat je. En dan is het Gado. Gado is die gebruik, die je ook door de oog toe. Dan wil je liever gaan schrijven. Is christendom moeilijk? Dus ja en nee. Dus als je kijkt naar de Bijbel, dan is het van de Bijbel niet moeilijk. Maar in christendom heb je een interpretatie voor libisme, voor aboskop of Gado die we vinden in de Bijbel. En dat is moeilijk. Toch een interpretatie, omdat ze mij interpreteren vanuit de eigen ervaring.
Dus de bakker die tjara evangelie die bepaalde santie de doen, dan vanuit de eigen ervaring de doen. Dan van de begweet die man zo de. Look even een voorbeeld. In het binnenland, hoe ben je de drum top, je prea pinti, salie en takke. Oké, de man ook goeie die dat. Direct de takke dat naar afkodre. Dus de poeru, de drum dat die, dat de tjade kerkie bel kom, want dat de goeie die. Maar dat die look in. Abel is dat bijna Abel je charisma. Maar dan gaat er ons even bij charisma. Toch? Dus dat je interpreteer is dat die fase, je trouw en pura was, je tja adifico. Dus dat is dat menselijke. Waar we ook rekening mee moeten houden. Maar ano, omdat een bijbeltakje tegenwoordig dat hem gebruikt van een bel. Toch? Iedereen vindt dat hij naar een bijbel. Maar het is geïnterpreteerd naar een praktische sanisa de machako. Maar uiteindelijk is het zo'n belangrijk ding geworden dat je bepaalde plezier kerkje bel nou denkt. Dat bijna, is dat niet de even. Ja, compleet, ja. Oké, maar je onderzoek loopt zeker, je schrijft aan je boek, ja, na Jalia, ja, dus dat presentatie vindt precies 12 augustus. Oké, we gaan naar de presentatie zo meteen. Maar je wil zeggen, je doet toch onderzoek voor loopt qua gelovigen naar de verschillende geloofsovertuigingen ombieden die en ja kon de RKEBG hoe is de stand van zaken van stand van zaken die nu een volle evangelie zat ik een aantal jaar die met een geweldige groei mee agerke samai falaf juist van RK naar de EBG je onderzoek dat die? Ja zeker dus in Suriname op dit moment hè. Dus daarmee we ook naar de statistieken voor 2012. Ja. Dat je ziet dat de grootste christelijke denominatie naar RK. Op de tweede plaats volle evangelie, derde plaats EBG. En dat bakaratie is in de traagroep. Dus na RK naar Morobigiwan, dat bakaratie is volle evangelie. Oké, okay. Dat na mensen, dus maar die taki na kerk dat die go. If they go of they go, uno sabi. Maar na in papira dan na so de taki. Maar te reep sa so de da hezi taki juist de kerk pes ma taki de abiso men leader. Da be hezi tak de kerk en legi. En wat er staan sa hezi asra na ook to dat na sma el wakaluntoa de kerk. Dok ti de asma gwa wa erka dis tamara gwa fole evangeli trata bar go sodus ye sita kisma ai ruler wa do solisia buile futa ki werkelijk pe asma dat ide ma gewoon vanuit sot mai na moro bigi wa na erka nummer 1 fole evangeli en dan EBG zijn de drie grootste. Oké, okay. We zitten hier in de afgelopen jaren nieuwe groepen dienen aan en die zijn kon je ook toe. Ja. Even kan je begrijpen, een groep kan je ze eventueel voelen. En dit dat hier ook toe, denk na Coco dat je heel voorzichtig, dat je daarna Peking voegt ook toe. Ja, onderzoek daarna, dus je hebt even toen je ben Siwans aanvoeding gehad. Of kan de algemeen lukuding, eenmaal die hou je bezig naar materie. Hij kon voor, hij kon in aanraken, hij begint in Afrika ook toe. Ja. Hij kon in aanraken aan ding, of je was aan de eerde. Oké, ja, dat is nou een belangrijke vraag. Dus eigenlijk, in een boek in schrift van Brassan, dat ik van Taki met een veilige afstand. Maar inderdaad, ik hoor me schrift bezig naar hem, omdat ano de wan sani di nasrana wanja yeshen. They carrying the Hebrew root movement. Dus eigenlijk een groepus ma de taki dem draai go baka na a wortel, a basis. En dat na Hebreus. Toch na Hebreus sani. Isabi bepaalde sma de leg dan na nadruk tapa Oude Testament. De go na Nieuwe Testament. En de wana Nieuwe Testament taki bepaalde sani mude leg vade in Hebreus. Five takken in Hebreeuws. Die gebruik Hebreeuwse namen, die Gado Hebreeuwse namen, die Jezus. Sanifa Christen, Bribis Refi, die gebruik Hebreeuws niet. Dus dat is niet wat Sanina Asrana Jaso. Daarnaast, je hebt een groep die even takken, die plakken, die smal ik, minangayu, na wina de true true Israëlsma, wina de true true Jew.
Oké, als je dat nou was, dan is hoe many precies je er zijn, dan is dat zo. En onderzoek, sorry, dat inderdaad onder de Joden, de Israëlieten, die bij Abiblakasma ook toe. Omdat bijvoorbeeld in Zimbabwe, die hebben een bigge gemeenschap daarbij voor Joden, Blakama. In Abbasresan naar India, die hebben een dongru Hindustani groepen, maar blijkt dat die is maar dat die bij de Joods. Maar wat ze doen, ze doen DNA onderzoek. Dus dan ook wat die is maar wat die winna sani, Joden winna de trutru sani. Maar ze doen DNA onderzoek, dan kan bewijs dat die werkelijk, dus maar die zie. De werkelijk deel voor de Israëlsma. Dus dat onderzoek dat hij ben doet. Maar Sami is je wel naar de smatide. Als mij lees de Bijbel, de Tekon Sani, bijvoorbeeld de meeste gebruik Deuteronomium 28-29, de kado is schrijven Abra, de vloek Sami ook Abra Israël heeft de woorden schrijven naar de. Dat is maar loko dat de taki, loko Sami te de blakasma. De kmoto Afrika, de panya alasi, we daar moest de taki naar wina de smadis. Je nog kan lees de Bijbel zo. Toch, je kan niet een pisse dat je begint pas toe te beschrijven. Zo lees de Bijbel. Je leest een heersani vanuit een context, vanuit een verband. If you now want to, je moet maar traceren in lijn go back naar de voorouders. Maar, en dat nou een belangrijk one, God no Jew in een Oude Testament. God Jew in een Nieuwe Testament. En in een Nieuwe Testament, in elk geval een gemeente, Gadotaki, er is geen onderscheid in Jood of Griek. Dat want taki onderscheid no de Jew en niet Jew. Wij zijn allen één in Christus. If you a bribi in Christus, afkomst no belangrijk. If you want Buskondrisma, you want Hindustanisma, you want Japanisma, you know want Jew, anatrobi Gadone Lukasan dat ya belangrijk sani na ben je in Christus ja of nee. Dat na belangrijk zijn. Oké, okay, goed, dan denk ik dat ik ook sluit als stuk de af. Heel interessant voor Godom, want denk je wat dat ik aan de abij. Een boek of wie? Het kruis voor een kankatrie. Is dat nou eigenlijk naar het eerste deel de zo? Ja, dus ik had het eerste deel van die de ja. Ja, een historisch jaar. Dus eigenlijk mijn brein uit. Of komt dat het eraf als a eerste deel van DC nou was samenvatting voor DC. Ja. En ontdekking dat delen is volg? Brother, nou wat moest aan je actie, maar je sabi, mi bedoelen na voor stimuleer trasma voor geschreven ook toe. Wat daar geschiedenis bigi en was ma wang. Nou maar doen. Je sabi dus wat bi moros ma van nodo die ego doe auroko DC. Dus ik hoop dat morgen maar ook 12 augustus, je hebt een boekpresentatie. Pijn hoe die precies en onlaat die? Oké, een boek we presenteren naar Lutherse Kerk aan de Waterkant. En 7 uur s'avonds. VCB? Ja, let dat bij de centrale markt. De Save Unity. Maar inloop naar vanaf 6:30. Oké. Okay. En leiders voor verschillende christelijke kerken worden. En ook in gesprek naar dat ding, dus we doen een korte historische presentatie, maar dat leidt voor verschillende kerken ook daar, die schrijven ook een bepaalde issues zouden vinden in haar christendom. Okay. Dus aan wat verleden, we kijken ook toe toekomst, want toekomst de ja christelijke kerk is er aan. Dus, en zijn de issues zouden we stakken doen, want de leiders die we hebben aan dat ding. Als de broek de eden een probleem voor onderwijs in Serana. En ik val dat ik bij EBGRK, na de moro, de doe onderwijs, bovendien zijn in onderwijs, maar vaak gaan naar de score of de no-no. Dat is de net schrijven bij Arki, Monsignor Tjuni, we hebben een meeting. En dat in mijn vertering bepaalde zijn uit een onderzoek dat ze doen recent, van zijn bedenen aan situatie. Dus dat de informatie dat schrijven aan net dat die ook kwafisie. Toch bij de leiders zo tja dat je kon want trasma bij want dat je abra situatie voor gezinnen in haar konderen maar dan vanuit een christelijk perspectief hè. Dus dat is dan dat ook wat visie en daar wo abi wa sma ook drie opschrijven zingen wat zingen gil
Dus zou we hopen dat we een boeneti worden dit. Maar naast de leiders kan je de kan je gewoon een burger die ook gewoon moet hebben. Iedereen. Ja, iedereen. Want eigenlijk de schrijf je maar kom en de kan gewoon nog een gesprek naar dat is, maar omdat de leiders doen, de zeg je. Dat ruimte de dat je de schrijf je actie vraag en make opmerkingen abrasani ook toe. Zeker, aan de opogi alasma. En boeken de voefende ka? Nee, dus na aneti dat die wo bieden aan en dat we abiwa wan lees dat ze maar kan potdening voor kisa boeken. Want u drukken ja zo, a eerste editie die ze voor kan presenteren, want we presenteren aan minister voor binnenlandse zaken. Dus okay. Dat die verdekbaar. Maar de trouwen, a kwaliteit, dus even loeken de toe. DC de shitak a kwaliteit voor DC a moros morobo dus daar in Amerika wordt drukken. Dus daar binnen 3 weken daarna dat is maar zijn pot in een alles ook is dit. Maar is het samen kan je die nou gewoon maar toch gewoon ja boeken voor elkaar contact voor potje in het alles. Dus die kan me contact naar mij via dus naar mijn e-mail of Facebook, want bij daar Facebook had okay. Facebook gewoon, toe, Frank Yabini, ja, Frank Facebook, Yabini, ja, Facebook, ja, de kassan, dat is zijn me een privébericht, dat mijn dekbaar, dat we op dit paleis. Oké, okay. Ja. Geweldig. Ja. Nou, Masa Yabini, ik denk dat je altijd aan het basie. Ja. Want ik kom op voor pluis heb ik helemaal uit. Maar ik denk dat ik wat ik want aan moment voor dat ik mooi fini aan. Nu had ik gaan voor die qua studio en leg hoe mooi uit zo'n beetje een grote lijn aan geschiedenis van Christendom en Sana Ponde. En ook toe aanstaande boekpresentatie voor het Kruis voor een Kankantri. Dus dat gaat dan niet wat om om. Heb je voor je beter om aan samen voor taki? Ja, wel, zou aan taki dat we taki na atomo die kotak of de moro mooi tomo voor sana. En dat gaat dan niet, deze bij de high out city. Nou, die boek waar ik om ben je, hoe heb je ook een fusta de zon die een fa cake libi waka sana. Nou, a 12 te wo, chadi boek waar ik qua door, nou, dat baby hier is en belanti, gaan we kopieken aan een ko. Ik heb een beetje adida kanande. So se ik heb een gaudi, een beetje hij go aba a Christendom a geschiedenis fin a inisana kode. Komt dat met mijn taket van de laatste sani dat na mino tegu zeide met mijn karabuko het kruis voor een kankantri. Dus dat wat taki 1826 was aan die psa sarana. Ibiabi wa pater de kari pater wenakers. Da a pater besi de bigi kankantri. Da shitaki de smadipoto Afrika ko. De bego do de fano do draka katribo. Nea pater do lobasani. Nea meki de kotaka country troe. Nea di de kotaka country troe. Nea go poti wa kruis dape. Dus dat na het kruis voor kan country. Dus a kotaka country troe nea poti wa kruis. Dus dat ee luko a geschiedenis fuya sara na dati na atore. Gratari dat ik je wou kassi die zette. Dat voelt ook oké. Hoe kies je als je de naam en voor Zabi precies zijn de titel voor Boko Deso? A presentatie de 12 augustus in de Lutherse kerk die de water kan. Let je af, is een BHP en hij begin CBO. En loop de kaba half 7. Dan ik ga gofie met een boekpresentatie aan mij. Ik kan de Iwanya Boko ook toe. Ik had een contact op aan Massa Frank Yabini. Also ade a Facebook en dan je kies de verdere informatie hoe verder. Utambu ya su today anga Missy Patricia Etnel dide dia namembe fu a politiki parte MPS. Missy Etnel tra esde waso ube habi a gang kutu aini dia na pe a regering be kogi piki over a alkoab kwesti. Fa a vergadering ja zo wakker.
contact zo uieren aan vicepresident die informatie akangen taki abrasa precies heb ze nanga akwestie voor Alcoa, maar contact zo mino de tevreden nanga sa a vicepresident Chakong omdat if u sab dat u wakti bijna wajari tapa informatie u tap bijna tujari wakti nen tapu da je konanga a informatie zo tap unulek eigenlijk iwan taki us don da u arti da u breti sa weyere niet eens wan san tapu apis papira beka lezi fa oké na dat na tori na saas don da te wo aksi baka ma fa uno kise tap papira da uyere dat u kise baka tuwichi dus de debise hanga sani je du sani ma yo kanga baka tuwichi yo cha informasi guno da so mus du da mus tuluku da sab dat bayari ba ide bezig nanga on manteling asan ne wakaso da mus laf mus brit uno kan briti e de bezig nanga wa pres pari sani nanga wa e kle kwa belangrijk sani ja toekoms toch di atamara fo wi yong wang di anasi toch di uno sre filek bi di wanja wanda un kasorgu ok to to shi dat e asan ne waka bonjo uno in de sector in a produksi ta wan betre tamara ikon. Maar terwijl je nu de vader de mij charre de ajer dat de wachtief te koffer van dam. Maar zo dan Adam. Akan de Adam de belangrijk. Maar zo koffer de sector toch. Maar if je nou maar de sector gunu. Je tegen gunu ja, uno dusani lek famous bede, lek regeren. Want mi dat no doen nek. Want mi altijd be aksifra. En u denk je ook to dat a volk schreef be wan wan moro betre tamara. Maar terwijl je dat san ne waka lek vade. Ta uno kalafu, uno kambreti toch. Uno kambreti schreef schreef. If u arkiva asan waka in DNA dinsdag dan u begrijp dat die regering betakanga Alcoa de verander bepaalde san in abrokopondo overeenkomst sonder a parlement sabi het mag ano mag stress effi eigenlijk de verander abrokopondo overeenkomst want die wan veranderen na leti lekfa waka lekfa musde dem ka parlement nanga pistori dat idee konde ye si promisi na parlement if you must do the sandisi da parlement e dia promisi masar hearing this do agona bakadoro go do them no sabe fu mtaki de do bon sani want that ano koite wakta informasi want vice president tak o men sort sani that op gegeven do gaan blik me bri instref no sa pa ben de nanga de sa sabe tega folk ma taki to da eigenlijk do no omus ruku if de sa sa vice president taki if a true. Want dat is wat je de Santa Papira, dat is de Santa Papira, dan pas ook een taki, we, de Sandoro Parlement, en dan ook een taki dat abrokopondo overeenkomst broko opo. Maar dit idee, abrokopondo overeenkomst lekfa ben de bifo, a dete no wete. Unu, milek parlementslid, no kan tak dat abrokopondo overeenkomst opo, wa nooit one day, misi wa geweest de wanja. Dus zolang dat no kon na parlement, uno en uno na membre fu afolok una taki fa afolok una fesi fa afolok dus lek fa meta ka afolok srefi no ji to stemming ano ji promisi dat regering mag do sade wananga Alcoa en sawe shino uno de do sade wani ma afolok musabi dat lek fa Alcoa sabe de 100 jaar before da be konja na so at the altar ana balang fasra na afolok kay din ane praxere sref srefi na wilek parlementi wilek regering na regering na parlement demus dina folks belang bika Alcoa de jade egitori na wasete igisani e in ala sana wa do igisani ok to no no de teweshi fa etaka na regering na egitori rigel a folk tori ane rigel a boxit sector ana bisif broko saken. Maar na regering moest tap tap strippen, tak miwa redder is. Want terwijl Luca geschiedenis, dat weet je ook toe dat altijd een regering na een parlement go zei aan zei, voor ze kunnen redden, ze hadden moest redden, die abokshit sector. Maar ze weet je het idee, dat eigenlijk, dat we begin praxeren, ze hebben ze werkelijk bakadoro. Want dat unesi sa web sa we yere wan pisi. Maar wan kade wan moro bigi tere de sa unesi. En dat tere dat ik kade tini boom. Maar dat kadoro dat kade unoma teka bluffing. Maar ko hopu dat anolek sa we denki dat dat ning. Maar na trutori regering en se juno wan bika. A feto feti boom. Ef de du bu ondro grontori sa uno sabi. Wo feta feti ja.
Maar we hopen dat Tokisa informatie naar Lekva VP taking. We kiezen kriboy naar een bullet naar een boel informatie. Want if I know this, dat vet of het toch. A parlement is taka ontmanteling voor een raffinaderij moet stop. Zou we doen if a ontmanteling go doro? Dus Lekva is ja uitaking waar jari kaba. En toch de mij doet sadewani. Dat te geven ook aan dat trassa niet de bezig heb sa. Want u tak dat de ontmanteling nog mag go door. U betakken bij wat jaren geleden. Die hadden maar tjara en moe je kon ja. En alle jaren naar alkoe is hoor nu. Van hey, je regering het eigen nu. U mag schoeten. Na je bari na parlement, je moet stoppen. De sani heb sa sa u no sabi. Maar meka informatie kon naar parlement. Want zo is het dat de regering die zich naar Oost-Indisch doof en selectief hoort. De Sadewan de Jere en Sadewan de Nejere. Toch de doet Sadewan niet. Maar wat zou je zeggen dat je een acceptering lijkt volk? Want in elkaar konkos doen, kon brokker sector doen 9% de tja om een lening. Dat is zomaar moest pijalen. Dan gaan dat moet je pijalen. Om tegen de man uit de dam lijkt onderpand. Want na omus pijn de cha productie kon. Toch? Bouter zei barfa bo chara kondre tot ontwikkelen. We moeten het samen doen. We doen sani me kwa doen samen. Want u ka doen samen doen en she next word den samen. Toch? Dat we doen samen. Da ala die mo tegi we gaan het samen doen. En we gaan het samen doen. Maar next no doen. We chara productie kon. If jou a man van word de chara productie kon. Me kwa shi dat die tranga. Da we doen alles samen. Maar ten no. 2018 ten no wete mes u ka productie mino ma sheng. Niet is wan stong. Niet is wan pakie blong. Mino ma shi. Mevrouw Kranti, tot slot, mevrouw Kranti, Dorowi, dat die regering van Alcoa en dat die op een nieuwe raffinaderij, een nieuwe fabriek, een nieuwe bauxite fabriek, naar een nieuwe bakhuis gebracht in West-Suriname, bij Alcoa op pijf voor een vooronderzoek. Wat is jullie historie? Dus ik ben jullie dat allemaal. U los a problem so am no de want walos pro que se takito e wo hier yere walos ot sanoko ma noi de saneko u bokis wan fly over adoro ah u bokis wan train it is a spel goed train meshi adoro mino sha train a train bob saf para konja to uno bore bes boro na her de u bos to train ah mini di sa ti train mino shi u bo fripsa ala de san ka foto ah ef mino do ina film de kong. Dus mino wanneer dat een sano kor raffinaderij ook meka bigu sorunu dat a hor sau abi tai hor is sau abi ko bigu luku dati want if ye tak omesan okong na nga sano kong uno si eta sau okisi to uno maseri sau abi da wo go suku sau na abi meka regering dis ho panga de taki disi want e wo de kanga walos prokes en nooit de sane ko uit. Nou goed, dan mi taki gantangi fu di lukuti de baka, mi wensi wang mooi sweet day gomo fave. Ta mooi.